Morgen is hier in de Tweede Kamer, in de Troelstra-zaal nog wel, heel toepasselijk vernoemd naar een oud communistisch voorman, een discussie over een van de meest onrechtvaardige aspecten van ons belastingstelsel. Spaarders, mensen die hun leven zuinig hebben geleefd om iets over te houden voor oude dag, worden keihard gepakt door dit kabinet en door eerdere kabinetten, omdat er een belasting wordt geheven op een fictief rendement over spaargeld van 4%. Nou, heel veel spaarders maken dat rendement helemaal niet, omdat de rente door het dramatische beleid van Mario Draghi van de Europese Centrale Bank inmiddels naar nul is gezakt. Dus mensen teren eigenlijk in op hun vermogen en moeten daar dan ook nog eens een keer belasting over betalen. Wij vinden dat echt belachelijk, echt schandalig. De Hoge Raad is het met ons eens, heeft vorige week in een uitspraak ook gezegd dat dit niet langer kan, maar VVD en CDA weigeren het beleid te veranderen. De Belastingdienst weigert om deze belasting te schrappen zoals Forum voor Democratie wil. Ik kan er bij het debat morgen helaas niet bij zijn. Bij de stemmingen ben ik er uiteraard wel bij. Wij zullen pleiten voor totale afschaffing van de vermogensrendementsheffing. En wij zullen ook op onze site en elders campagne blijven voeren tegen deze zeer onrechtvaardige belasting.